Heel Avendijk, je verliest van de bovenste. Ja. Met 72 tegen 90. Ja. Enorme nederlaag. Ja, groter dan we gehoopt hadden. Hè? Dus ja. Goede tegenstander, zelf wat minder gespeeld. Ja. Vond jij de overwinning verdiend? Voor die anderen? Ja, 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 zeker, 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 zeker. Ja. Wat ik van de wedstrijd gezien heb, is natuurlijk dat jullie met vooral aanvallend nogal wat aanvallen niet benutten. Ja, dat is precies het punt wat je nu raakt. Door paasfouten, onderschepping van hun, kregen ze makkelijke scores. En dat was wel het grote euvel deze wedstrijd. Nou, ze schoten ook goed, maar het meeste wat we weg hebben gegeven is de onrust in onze eigen aanval. Paasfouten, steal, ja, lay-up en dan ja. En dan zit je aan de kant en dan kan je als coach daar eigenlijk niet zoveel aan doen. Ja, een paar keer een time-out vragen. Een time-out vragen, ik motiveer, je kunt tactiek wisselen qua verdediging. Ja, dan houdt het op en ja. Ben je nou erg teleurgesteld, man? Nee, ik ben niet erg teleurgesteld, nee. Je bent wel een basketbaldier. Dat zeker, zeker. Basketbal is een groot deel van mijn leven, ja. Dus verliezen wordt daarbij, hè. Dus soms win je, soms verlies je. En dus waardige nederlaag, dus ja. Ik denk dat we heel hard gewerkt hebben. Dus ja, natuurlijk ben je teleurgesteld dat je verliest. Maar als je ziet hoe we ons gehouden hebben en gevochten hebben, een paar keer teruggekomen. Ja, mag je daar heel trots op zijn, ook hoe je dat doet als je ziet waar wij vandaan komen. Hè? In 2 jaar tijd, naar dit niveau. Als je zometeen gaat vragen aan de coach van een tegenstander hoeveel geld ze verdienen. Amerikaanse coach, Amerikaanse spelers, Eredivisie-spelers, elke dag trainen. En wij, erin 2 keer in de week en betalen contributie allemaal. Moet allemaal scoren, timen, fluiten. Dus als je die verhouding een beetje meeneemt in deze wedstrijd. Dat wij vorig jaar dus kampioen van de eerste divisie zijn geworden weliswaar. En dat we dit jaar gewoon meedoen in de top 4. Dat is gewoon hartstikke knap. Ja, ik heb al... Van de kop lopen, ja. Ja. Is vervelend, is balen. Maar er komen nog genoeg wedstrijden die... Je had voor deze wedstrijd al 8 wedstrijden gespeeld. Daar had je er ook al 2 van verloren. Maar je stond ook op een heel verdienstelijke 4e plaats. Ja, nu nog. Nu nog. Dus. En als je eind van het seizoen nog 4e start, sta je in de play-offs. Dus dan doe je gewoon mee. En we kunnen alleen maar beter worden, hiervan leren. En weer beter worden, groeien als team. Dus. Ja, maar dat was ook mijn volgende vraag. Wat heb jij van deze wedstrijd geleerd? Wat ik ervan geleerd heb? Nou, zo snel ben ik niet, om daar echt zo'n analyse van te geven, zo ver ben ik zelf ook niet hoor. 2 minuten na de wedstrijd, in de emotie nog wat er gebeurd is, daar ben ik nog aan het verwerken als je het niet erg vindt. Daar antwoord moet je even schuldig blijven. Waar ik nou precies van geleerd heb. Jouw spelers op zich, ben je daar tevreden over de strijd die ze geleverd hebben? Wat ik net zeg, dat geen discussie. Nee. Dus. Jij ook, kun je het zien vanaf de tribune? Ja. Daar lag het niet aan, toch? Succes verder. Dankjewel.